ik heb een challenge voor jou. Kan je deze video namelijk liken voordat ik heb afgeteld vanaf 3? Daar gaan we. 3, 2, 1. Ik hoop dat het je is gelukt. Vandaag ga ik mijn vader proberen te overtuigen om niet naar school te gaan. Nou ja, niet in het echt, maar dan in Roblox. Er is namelijk een heel grappig spel genaamd Need More Heat. Daarin loop je als hoofdpersonage naar je vader toe en je zegt: papa, ik wil niet naar school, ik denk dat ik koorts heb. Maar ja, om hem natuurlijk te overtuigen, moet je wel eventjes ervoor zorgen dat jouw lichaamstemperatuur omhoog gaat. En dat kan op een heleboel creatieve manieren. Heel veilig misschien niet helemaal. Maar ik ben heel erg benieuwd of het ons gaat lukken. Let's go. Oh kijk, daar ben ik. Ik word wakker in mijn bed. En ik ben nog blij ook. Alleen, de tekst is niet blij. Er staat: oh nee, het is maandag. Ik moet naar school toe. Ja, dat gebeurt meestal op een maandag. Ugh, ik wil eigenlijk heel graag thuis blijven vandaag. Oh, ik weet het. Ik ga mijn vader vertellen dat ik ziek ben. Ik vind dat een goed idee, Jamila Lala. Ze ziet er wel een beetje anders uit dan normaal. Maar oké, hij zal geen andere keuze hebben dan te zeggen dat ik thuis moet blijven. Ik ben geniaal. Ben ik mee eens? Nou, hier ben ik dan. Oké, ik vind dit spel nu al helemaal grappig. Want kijk nou eens eventjes. Het ziet eruit als een grote Lego huis. Hier zo aan de zijkant staat: ga vader vertellen dat je ziek bent. Alright. Ik kan deze deur openmaken. Oh, wat een prachtig mooi schilderij hier. Waar is mijn vader? Nou, niet hier zo. Nou, dan moet het natuurlijk in deze kamer zijn, toch? Oeh, een slaapkamer. Oh, daar is papa. Ik schrok eventjes. Oh, hallo pap. Wat kijkt die boos? Vader, ik voel me niet zo lekker. Wellicht zou het niet zo'n goed idee zijn om mij naar school te sturen. Want dan zou ik potentieel een ziekte verspreiden. Dat is wel echt heel erg slim hoe zij dat allemaal zegt. Zou ik kunnen suggereren om thuis te blijven? Ik vraag me af of vader dat gaat toelaten. Laat me kijken. Oh, hij gelooft me niet. Uh-oh. Ah! Daar is de thermometer. Hij checkt en 36,5 graden. Oh, dat is vrij normaal. Jij bent oké. Ga je maar klaarmaken voor school. Ik ben hier als je me nodig hebt. Ik moet een manier vinden om hem te overtuigen. Oh, ik weet het. Als ik alle lampen aandoe in mijn slaapkamer, dan zal mijn temperatuur omhoog gaan. En vader zal me dan thuis laten. Nou, dat lijkt me niet echt een heel slim idee. Lampen. Hij zegt: wat doe jij hier? Oh, sorry pap. Ik ga al weg. Ik bedoel, vader. Alrighty, hier is mijn slaapkamer. Ik heb lampen, maar er zijn er dus 3 in mijn kamer. Dan zet ik deze aan. Oeh, 0,1 graden ben ik omhoog gegaan. Oké, deze ook. Nou, goed om te weten dat dit geen LED-lampjes zijn. Het zijn blijkbaar gloeilampjes. Hoe moet ik deze aanzetten? Oh, wacht. Misschien via deze knop. Ah, ja. Lekker warm hier. Oké, ik voel me heel erg ziek. Laten we naar vader gaan om te kijken wat hij zegt. Vader, ik denk dat de thermometer het niet helemaal juist heeft. Kan ik het misschien nog een keertje proberen? Oké, zegt de vader met zijn ingetekende wenkbrauwen. Oké, nu ben ik ziek en mag ik thuis blijven, toch? 37 graden. Oh, dat is nog niet helemaal koorts volgens mij. Het is een klein beetje meer dan eerst, maar niks om je zorgen over te maken. Ga naar school! Ik heb meer hitte nodig. Zijn idee is om alle lampen in het huis aan te zetten. Laten we beginnen met de lampen hier zo in de kamer van mijn vader. What? Why did you turn this on? Zegt hij. Pap, laat maar. Ik doe gewoon maar eventjes wat lampen aan, want het is zo donker hier. Ha! Wat doe je hier? Zegt hij. Ik ga al weg. Wacht, laat ik eventjes de deur dicht doen. Dan heeft hij ook geen idee wat ik aan het doen ben. Oh, ik zie hier een lamp. Dan zet ik deze aan. Ja, oh perfect. Hoe zet ik deze lamp aan? Oh, ik denk hier zo. Oh, geweldig. Er zijn nog 2 lampen in het huis. Oh, hier is eentje in de garage. Maar hoe zet ik die aan? Deze? Ja, perfect. Allerlaatste, ik denk dat ik weet waar dat is. In de badkamer. Woe, ja. Hupsakee. Nu ben ik absoluut en zeker wel ziek. Vader, gaat hij me eindelijk vertellen dat ik thuis mag blijven? Let's go. Ik ben er echt, echt, echt van overtuigd dat ik me gewoon niet zo lekker voel. Gee, zegt hij. Oké, hij gaat het weer checken. Kom op, kom op, kom op. Alsjeblieft. 102.100 graden. Oh. 37,7 graden. Hij zegt: je bent oké. Ga maar gewoon wat ontbijt eten en een bad nemen. Hij wil echt dat ik naar school ga, hè? Maar ik wil het niet. Oh, maar gelukkig zeg ik. Dat is een prachtig idee, vader. Echt een prachtig idee. Wat heeft hij nou allemaal in zijn hoofd zitten? Oké, we gaan het checken. Ik moet een ontbijtje eten. Dus laten we dat maar even doen. Oh, hier is een bord. Ja? Oh, ja, dat is slim. Een beetje chocolademelk erin en in de magnetron. Lekker, zo heet mogelijk.
En go. Kan ik het nou eten of drinken? Oh ja, ja, yes. Een halve graad omhoog gegaan. Dan ga ik nu een bad nemen. Wel eventjes de deur dicht doen. Een beetje privacy alsjeblieft. Bad opvullen lijkt me een goed idee. Ja. Oh, en dan natuurlijk echt super mega heet water hier. Wow. Ik ben 2 graden omhoog gegaan. Nou, dit is wel echt lekker warm. Ik wil er eigenlijk niet uit. Ik wil graag thuis blijven en in bad. Nee, maar ik moet eerst eventjes mijn vader overtuigen. Dus daar gaan we weer hoor. Hupsakee. En ja, pap. Ik moet je toch echt vragen om alsjeblieft mijn temperatuur weer eventjes te nemen. Oké, okay, vertel me. Wat is mijn temperatuur? Oh, 40,2 graden. Dit is koorts. Officieel. Nu moet ik thuis blijven, toch? Ik zie hier geen probleem. Je moet naar school. Doe je kleding aan in je slaapkamer. Nee! Nee! Goed, ik zeg oké, vader. Dat zal ik doen. Oh jeetje, wat een strenge pa heb ik. Nou, dan ga ik maar eventjes naar mijn slaapkamer en mijn kleding verwisselen. Heb ik hier nou een pyjama aan? Maar dat is wel raar, want ik zit dus in mijn pyjama op de foto. Anyway, ik ga naar de kast toe. Er zit vast iets leuks in. Oh ja, wat een slim idee. Winterkleding. Hupsakee. Halve graad omhoog. Nou, daar gaan we weer eventjes kijken. Pap, ja? Vertel. Ik geloof echt absoluut... Ja, ja, ik weet het. Je temperatuur. Oké, nou, daar gaat hij weer checken hoor. 40,7. Dat was ik net ook al. Maar ik ben toch een halve graad omhoog gegaan. Zie je? Je bent niet ziek. Dit gaat moeilijker worden dan ik dacht. Misschien moet ik de hitte in het huis houden. Oh ja, dat is een goed idee. Laten we alle ramen dicht doen. Is er een raam in de badkamer? Nee, nee. Er zijn wel ramen hier zo. Die gaan we ook allemaal dicht doen. Hup. Ja, doe dicht, doe dicht. Yes. Wow. Het begint steeds warmer te worden hier in het huis. Het ziet er ook roder uit nu. Ik kan wel de verwarming aanzetten. Oeh, geweldig. Hier zo. Ja, ja, er is een verwarming hier. Oh, perfect. En nog eentje. Misschien is er ook een verwarming in deze kamer. Ja, kijk. Hupsakee. Ik heb echt, 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 echt mijn temperatuur nodig. 46,7. Oeh, dat is echt heel hoog. Nou is het gewoon niet verantwoordelijk meer als hij me naar school stuurt. Alles is prima, zegt hij. En je bent eindelijk klaar om naar school te gaan. Dus ga nu, of anders ga je de bus missen. Oh, wat is er mis met mijn vader? Ugh. Ik moet ervoor zorgen dat ik niet naar school ga vandaag. En ik heb er alles voor over. Wow, het is echt heel erg heet hier zo in het huis. Er staat nu dat ik het fornuis aan moet zetten. En ook alle kranen, maar dan met heet water. Ja, oké, laten we deze kraan aanzetten. Lekker heet. Kijk al dat rook dat er vanaf komt. En het fornuis aan. Wow, 3 graden erbij. Misschien moet ik ook gewoon eventjes deze deur dicht doen. Ja, lekker warm. En dan hebben we hier kranen. En dit, is dit het toilet? Oh, daar kan ik op zitten. Oeps. Oké, ben je klaar? Yes. Oh, een bidet. Vader? Huh? Je bent nog steeds hier. Ik dacht dat je al weg was. Is alles oké, vader? Het lijkt alsof je een beetje gestrest bent. Ja, ja. Alles prima. Anyway. Uh-oh. 52,7 graden. Nou, dat is gewoon niet mogelijk meer. Je bent oké? Ga nu. Hij wil me echt weg hebben. Wat kan ik nog meer doen? Vraag ik me af. Oh, ik weet het. Hoho, de open haard. Dat is een goeie. Alhoewel, ik het betwijfel dat papa ons nog gaat geloven als ik het nu nog heter heb. Okidoki, wat heb ik hier? Oh, open haard kan ik niet aanzetten. Wat moet ik hierin doen? Je moet je huiswerk verbranden in de open haard. Ik zweet hem helemaal. Waar is mijn huiswerk? Ah, hier zo. Op het bureau. Oh my goodness. Dat is echt heel erg zwaar. Nou, dit is alleen maar het huiswerk van vandaag. Dat zou wel heel erg fijn zijn om dat allemaal te verbranden. Nu moet ik wel thuis blijven, want anders krijg ik straf op school. Okidoki. Hup. Daar, in de open haard. En hij staat aan. Yes. Oh, 5 graden erbij. Wow. Ja, ik heb het inderdaad wel echt super heet, maar dat is het waard. Wat is nu mijn temperatuur? 57,7 graden. Er is niks mis met jou. Nou, er is volgens mij iets mis met hem. Nu gaat het serieus worden. Ik heb meer hitte nodig! De vader zegt, je gaat de bus missen. Nee, nee, nee. De bus missen is natuurlijk wel heel erg handig, want dan hoef ik niet naar school. Maar dan kan mijn vader me naar school brengen. Dus we gaan ervoor zorgen dat dat niet meer lukt. Hehe. Hupsakee. Een beetje benzine. Over de hele auto heen gieten. En dan nu aanzetten. Oh, ho, ho. Een hete scheet. Daar gaat hij. En de auto staat in brand.
Jongens, wow, hij is ontploft. Dit is zo ongelooflijk heftig. Ik kan het niet geloven. Ja, maar dit is wel echt super heet. Hup, nog eventjes in het vuur staan. Onder de lamp. Als mijn vader het nu niet meer gelooft, dan weet ik het ook niet meer. We gaan onze temperatuur opmeten. En het is 79,7 graden. Dat kan niet. Dat is gewoon fysiek onmogelijk. En toch vertelt mijn vader dat ik naar school moet. Dit is strenger dan streng. Ach, zeg ik. Wacht maar, pap. Ik ga naar buiten, want ik heb een geniaal idee. Nu dat we toch alles in brand zetten, pak ik eventjes een boom erbij. En die hoef ik alleen maar aan te raken. Wow, alles vliegt in de brand. Ik ben zo ontzettend heet dat het enige wat ik hoef te doen is gewoon iets aanraken en boom, de vlammen op. Snel naar binnen, deur dicht. Het is zo heet hier. 179,7 graden. Dat is niks. Dat is niks. Ik weet nou ook niet meer wat ik moet doen, jongens. Oh nee, mijn vader raakt nu zelfs in vlammen. Hij heeft het nu ook echt ontzettend heet. Dat hij het nog steeds niet gelooft, jongens. We moeten het bewijzen aan mijn vader. Ik ga naar buiten. Alles wat ik hier buiten in vuur en vlam zet, werkt echt ontzettend goed. Misschien kan ik ervoor zorgen dat het zwembad vol met lava komt te zitten. Ik ga bidden. Naar de heilige Ignatius, meester van de vlammen. Ik vraag u, hoor mijn gebed. Wow. Oh jeetje. Ik heb de vlammenmeester erbij gehaald. En hij zegt, yo, nobele Ignatius, ik vraag u alstublieft om mijn nederige zwembad te vullen met de hitte van duizenden zonnen. Wat? Zegt hij. Kan je mijn zwembad alsjeblieft eventjes opvullen met lava? Oké, gotcha. Nou, dat was makkelijk. En wow. Als het nu niet heet genoeg is, dan weet ik het ook niet meer. Oh, hij gaat. Wow, dat is een heftig vertrek. In ieder geval, ik ben nu een stuk heter. Volgens mij zit ik bijna boven de 1000 graden. Oh, kijk mij nou eens eventjes zwemmen in lava. Ik vind het eigenlijk wel knap dat ik het nog overleefd heb, jongens. Dit is leuk. Maar we moeten nog steeds naar school. Dus ik moet ervoor zorgen dat pap overtuigd is om het thuis te laten. Dit keer gaat hij me geloven. Alright, pap, ik voel me echt heel erg ziek. En ik ben wel 1022,7 graden. Ah, jeetje, mineetje. Dat is wel echt hele hoge koorts, zegt hij. Yes! Eindelijk! Hij gelooft me, jongens. Wacht, we moeten natuurlijk wel eventjes nonchalant blijven. Is dat zo, vader? Wacht, nee. Oh, ik heb het verkeerd gelezen. Eigenlijk ben je oké. Nee, ik dacht eindelijk. Oh, nou weet ik het ook niet meer. Ik snap het gewoon niet. Ik kan me ook helemaal niks meer bedenken om mijn temperatuur hoger te brengen. Misschien is er iets op de tv dat me kan helpen. Ja, want tv heeft altijd gewoon random oplossingen. Alrighty, laten we eventjes kijken. Hier is de tv. Hoe zet ik die aan? Oh, afstandsbediening. Er staat, heb je minder hitte nodig? Fantastic! Je kan een ventilator... Nee, dat heb ik niet nodig. Ik heb meer hitte nodig. Nice to see you. IJs? Nee. Nee, geef me iets anders. Staat je huis in brand? Bel de brandweer. Wat? Nee. Ik heb zoveel mogelijk vuur en lava nodig als je dat kan bedenken. Ik wil niet naar school. Niet met de school. Wil jij je vader overtuigen dat je koorts hebt en dat je thuis moet blijven, maar je hebt geen ideeën meer om je temperatuur omhoog te brengen in je huis? Bel ons om een draak in te huren. Dan kun je je hele huis in vuur en vlam zetten. Wow, dat is echt een slim idee. Nee, natuurlijk niet. Maar ik ga het wel doen. Het nummer is 321-456. Laten we eventjes gaan bellen. Volgens mij is dit de telefoon. Ja, 321-456. Bel. Daar is de draak. Meneer de Draakse kinderdagverblijf. En hij leest een boek voor. En toen vond de kleine kitten een koe. Oh, wacht. Ik krijg een belletje. Meneer de Draak heeft heel belangrijk werk te doen. Wanneer het werk klaar is, gaan we verder met het boek. Kruip maar op mijn rug en dan gaan we het werk samen doen. Oh jee, oh jee. Daar is de draak. Oké, kids. Ik hoop dat jullie de wandeling leuk vonden. Hou je goed vast, jongens. Wat is dit spel? Ik speel het wel serieus, maar het is zo grappig. Oprecht. De draak zet het hele huis in brand. Het werk is klaar, zegt hij nu. Nu kunnen we terug naar kinderdagverblijf en dan gaan we de rest van het verhaal lezen. Ja, oké. Doei, draak. Het hele huis staat in brand. Oh, dat is echt zo heftig. Het is nu tijd om mijn temperatuur op te meten. 3022,7 graden Celsius. Wow.
Ja, daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken, zegt hij. Terwijl het hele huis in elkaar valt. Ik denk niet dat het nog veilig is om thuis te blijven. Oké, dan, zeg ik. Ik wilde dit niet doen. Maar je laat me geen andere keuze, vader. Oh. Zijn jullie klaar voor de ultieme hittemaker? We gaan meteen naar buiten. En daar is het dan. De zon! Ik ga het naar me toe trekken met een touw. Daar is het dan. Oh jeetje. Ik schiet een touw naar de zon toe. Je hebt me gedwongen om dit te doen, vader. Ik druk op het knopje. Hij komt dichterbij. Ik... Oh jeetje. Zal niet... naar... school gaan! Wow! Het is echt heel erg licht. Doet een beetje pijn aan mijn ogen. Nou, dat is de uiteindelijke oplossing. De zon is wel echt heel erg dichtbij. De hele aarde staat in vuur en vlam. Vader, wat is mijn temperatuur? Piep, piep. 8522 graden. Oké. Dat is heel heet. Oh jeetje. Je hebt al die tijd gelijk gehad, zegt hij. Je hebt inderdaad een klein beetje koorts. Klein beetje koorts. Weet je wat? Ik denk dat je wel thuis kunt blijven vandaag. Nou is het me eindelijk gelukt. Ziet de aarde er zo uit. Oké, vader. Yes! Yes! Het goede einde. Wow! Oh, waar is de wereld naartoe gegaan? Ik denk dat er ook nog andere eindes zijn. Het enige is dat ik deze echt al heel erg lastig vond om te spelen. Maar ik ben blij dat het me is gelukt. Ha, denk je, dit was echt super leuk om te kijken. Ik wil meer van Meisjes in Mila zien. Dan kan je hier zo klikken, want dit is echt een hele leuke video. En je kan ook de vraag van vandaag beantwoorden. En die is, wat vind je lekkerder? Warm of koud weer? Laat het me weten in de reacties hier onder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!